gaan het dit keer hebben over de basics van de koppeling. En om wat specifieker te zijn, de enkelvoudige droge plaatkoppeling. De basis voor een koppeling is natuurlijk eigenlijk dat die een verbinding tot stand moet brengen. Dat is nodig omdat we werken met verbrandingsmotoren die niet vanuit nul kunnen beginnen, maar met een stationair toerental, niet onder een stationair toerental kunnen komen. En ja, we hebben wel een auto die in basis stilstaat en in beweging gebracht moet worden. Nou, daar zit dus een toerenverschil in, zeg maar aan de versnellingsbakkant en aan de motorkant. En dat moet overbrugd worden. En als we schakelen, dan moet er ook eventjes een opening zijn om de volgende versnelling in te kunnen leggen. En dat willen we allemaal met die koppeling kunnen regelen. Nou, als ik het heel eenvoudig teken, dan zie dat er zo uit. Ik heb hier al een vliegwiel met hier al de krukas, zal ik maar zeggen. Dit is dat vliegwiel. Zo. En daarachter, ik zal hem rood maken. Daar zit dan ook een wiel. Dat loopt zo in de rondte. En dat gaat zo richting de versnellingsbak. En die blauwe die beweegt, die rode staat stil. En die moeten naar elkaar toe, zonder dat de boel kapot gaat. Nou, dat betekent dat er een slip over moet worden. Zodat in een grafiek tekenen, dan heb ik hier nou de tijd. En ik heb hier nou de toerentallen. Nou, die motor die begint hier al stationair toerental, of iets hoger of iets lager. En ik heb hier al het toerental, het uitgangstoerental van de versnellingsbak. En als ik die twee naar elkaar breng, dan krijgen we in eerste instantie een slip. En wat gebeurt er tijdens die slip? Het toerental van de motor dat zakt een beetje in en tegelijkertijd stijgt het toerental. Want we waren eerst bij nul, dus iedere beweging is stijging van die versnellingsbakkant. En dat ziet er dan zo uit. Het toerental van de versnellingsbak dat stijgt en het toerental van de motor dat zakt in. En dan komen ze hier op een gezamenlijk punt dat ze aan elkaar zitten, dat er geen slip meer is. En dan stijgen ze allebei. Dus het zou eigenlijk een paarse lijn moeten zijn, want en rood en blauw. En daarna gaan ze van gas geven tot je aan het eind van je overbrenging bent. Maar goed, ja, dat gebied hier ook, dat ik tussen die rode en die blauwe lijn heb, dat is dus de slip. Maar goed, theorie. Nu terug naar de praktijk. We hebben een mechanisme dus nodig wat dat soepel kan doen, zonder dat het kapot gaat, zonder dat het verbrandt, zonder dat er stukjes om mijn oren vliegen. En als het nog even mee zit, nog een behoorlijke tijd mee kan. En dat allemaal op een soepele manier. Nou, dat is er. En dat is gewoon de enkelvoudige droge plaatkoppeling zoals die in de meeste auto's met een handbak gebruikt wordt. Nou, beginnen we aan de motorkant. Dan heb ik hier al, even voor het gemak, een lager. En die kant van het lager. Dan hebben we de krukas. Enzovoort, dat is de motor. En dan hier al bij het lager, het is meteen een kering, gaan we de motor uit en dan hebben we een vliegwiel. Startkrans erop. Zo. En aan deze kant ook natuurlijk. En dat zit met bouten vast. Die krukas. En we hebben hier ook, zeg maar, de ingaande as van de versnellingsbak. Dat is een as die er zo uitziet in dit geval. En ja, hoe brengen we dat nou met elkaar in verbinding? Heel eenvoudig. We zorgen dat er op het uiteinde van de ingaande as van de versnellingsbak een vertanding zit. Spierbanen, zeg maar. En daar zetten we een schuivende koppeling op. Een stukje van de koppelingsplaat en daar ook. En doen we hier ook. En die twee platen die zitten samen vast op een schijf of een wiel. En die zitten op zijn beurt vast aan een schuivende mof op de ingaande as van de versnellingsbak.
Die zijn wat langer, zo, kunnen we iets meer verschuiven. Nee, zie nu, er is hier geen contact en daar geen contact. Dus koppeling is open. Maar op het moment dat we dus een verbinding willen hebben, dan zorgen we natuurlijk dat dit in deze vertandingen, die platen die draaien dus mee met de ingaande as van de versnellingsbak. Die blokken die moeten natuurlijk tegen die randen van dat vliegwiel aangedrukt worden. Nou, daar hebben we een drukgroep voor. En dat werkt als volgt. Het is overigens een doorsnede van het wasaan, zeg maar. Dat had je waarschijnlijk al begrepen. Heb ik hier al... een blokje en hier al een blokje. En dan zorg ik dat hier al met die rode blokjes deze koppeling, het is natuurlijk een schijf eigenlijk, een cirkel, tegen het vliegwiel aangedrukt wordt. En dan heb ik een verbinding, want dan loopt de beweging van het vliegwiel loopt zo via die koppeling, zo die versnellingsbak in. Maar goed, ik moet dan wel even dit bij elkaar gedrukt krijgen. En dat doen we met een veer, om precies te schijnen. Een diafragmaveer of een schotelveer, zoals je dat zou willen noemen. En die loopt ongeveer zo. En deze kant ook. En dat komt hier al op een lager. Als ik het zou tekenen, zo, een lager. Als ik dat lager verschuif, het is een diafragmaveer. Als ik dat van de zijkant teken, dan ziet dat er zo ongeveer uit. Een beetje overdreven, maar zo doorsnee, zo. En zo'n diafragmaveer, je kent het misschien wel van een klein ringetje of iets. Als je dan de ene kant drukt, die kant ook, en je drukt aan die kant, dan begint het ploep, en dan staat hij de andere kant uit. Maar dat gaat natuurlijk niet als het een compleet dichte schijf is. Dus als ik zo eventjes daar de doorsnee van zou tekenen, en hier zo het hart... Dan zien we hier allemaal gleuven met een gaatje zo. Die het mogelijk maken. Ja, dat gaat zo de hele cirkel in de rondte. Dat die veer een beetje kan bewegen. Nou, op het moment dat ik hier tegenaan druk. Moet ik zorgen dat eigenlijk is mijn vliegwiel een beetje te klein. Dan denk ik het vliegwiel een beetje langer. Iets meer ruimte hebben om er nog wat aan vast te schroeven. Alles zit in schroeven vast. Niet alles trouwens, die blokken zitten op die plaat hier al vast. Een soort klinknagelachtige constructie. Maar het omspringen van die veer, daar heb ik een reactiemoment bij nodig. En dat teken ik eventjes hier al voor. Hier een puntje. En dat doe ik aan deze kant ook. Teken hier een puntje. En die puntjes die zitten vast in het huis van de drukgroep. Zo, en die zit met boutjes vast rondom op het vliegwiel. Nou, op het moment dat ik dit lager... ik heb het natuurlijk in geopend stand gekeken, maar stel dat alles tegen elkaar aan zit. Aangedrukt. En ik ga met dit lager schuiven. Dat kan met een vork. Maken we hier een inkeping. Het lager dat draait natuurlijk vrolijk in de rondte. Als ik daar een vork overheen zet, die ik met een hefboom kan bewegen. Als ik nu die kant uitdruk... Dan ga die veer, die druk ik als het ware hierin. Ik heb hier al een reactiemoment. En dat draait als het ware hier om dit punt heen. En dan ontlast ik dit. Want dan gaat die veer, omdat ik hem hier indruk, dit is het draaipunt, gaat dat die kant uit. En dan wordt dit blokje wat ik hier heb, dat gaat ook een klein stukje naar rechts of open. En daardoor wordt die koppelingsschijf ontlast. En dat is dus het moment... Als ik hem open, dat ik kan gaan schakelen. Het kan ook zijn natuurlijk inderdaad dat we zo beginnen. Trap de koppeling in, start de motor en dan kan ik hem in de versnelling zetten. En dan laat ik hem opkomen door het lager die kant uit te schuiven. Ga de veer wordt ietsje schuiner en die drukt de blokken tegen het vliegwiel aan. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar theorie
En in de praktijk blijkt het natuurlijk allemaal weer een stukje ingewikkelder te liggen. En dat komt doordat, dit is natuurlijk de ideale situatie waarin geen trillingen en schokken voorkomen. En dat is in de praktijk wel. Nou, om hier schokken op te vangen zitten er verende elementen in, als het ware deze schijf. Als ik die aan de bovenkant zou tekenen, nou, dan bestaat die in sommige, overigens 80 verschillende uitvoeringen, of misschien wel 180, daar wil ik af zijn. Maar doorgaans zien we wel dat het er zo ongeveer uitziet. De buitenkant van die schijf. Oké, zoiets ongeveer. En hier ook. Dan komt het volgende stukje. Enzovoort. En als ik dat. En hier zitten dan deze. De koppelingsvoering op, zeg maar. Geklonk of gebakken, dus hier allemaal gaatjes. En als ik dit van de zijkant. Ik draai even door dan hier van de zijkant bekijk, dan heb ik hier zo. Mijn blokken aan de zijkant en dan zit hier een lichte krul in en dan teken het een beetje overdreven om het duidelijker te maken. Maar dat zit er dan zo in en dan heb je een klein beetje verend effect kun je daarmee creëren. Verder zit er ook een torsieveren in de koppeling om te voorkomen dat het natuurlijk heel erg schokt en stoot. Je moet toch tenslotte toerenverschillen opvangen en dat ziet er als volgt uit als ik dan die middendeel van die schijfteken en ik heb hier ook het hart met de vertanding voor de spierbanen. Dan zie je dat er aan de buitenkant zie je soms wel eens van die gleufjes zitten zo. En afhankelijk van hoe groot de koppeling is en wat voor prestatie er verwacht worden, kunnen dat er meer of minder zijn en hoeveel comfort er gewenst is. En dan zie je dan van die veren in zitten. En aan deze kant ook, zo. Nou, die veren die zitten in dit geval aan deze kant vast. En aan de andere kant, dit wordt eigenlijk een soort samengestelde koppelingsplaat. Als ik dat van de zijkant teken, heb ik hier zo de veer. En die zit aan deze kant, duwt die tegen deze uitgaande schijf. Dat betekent dus dat als ik zo opkijk, kijk van deze kant af, dat er dus aan de achterkant druk die veer tegen die schijf. Maar het is eigenlijk een meervoudig samengesteld geheel. En dat betekent dat er aan deze kant, dit is vaak een sandwichconstructie, nou dit zit dan vast aan de as. Aan deze kant wordt er aan de achterkant van de veer gedrukt. En dat is eigenlijk ook een soort schijf met vergelijkbare gleufjes. En die zit druk aan de achterkant zo. Zit het aan de achterkant en hier ook. En dan zitten hier, komen we bij elkaar zo. En dan heb je hier dus weer de voering van de koppeling. En deze tangentiële veertjes, die kunnen schokken en kleine toerensprongetjes kunnen ze opvangen en dempen. En dat is natuurlijk weer een stukje comfort. Nou, gebruikte materialen die variëren, maar het gaat er in principe om dat ze natuurlijk bestand zijn tegen slijtage, want je wilt natuurlijk niet binnen de kortste keren een afgesleten koppeling hebben. Ze moeten tegen hoge temperaturen komen, want er wordt behoorlijk wat gesleten. Het mag weinig vuil achterlaten. Vroeger zat er asbest in, maar dat mag allemaal niet meer. Een hele lijst met eisen, maar in ieder geval die blokken die zorgen er dus voor dat daar een kracht overgebracht kan worden. En die kracht die is afhankelijk van de diameter en van de kracht die erop de veer, door de veer opgewekt wordt, zeg maar. En uiteraard van de straal en van de wrijvingscoëfficiënt van de koppeling. Ja, dit zijn eigenlijk de basics van de enkelvoudige droge plaatkoppeling.